Het goudwinningsbedrijf Nieuwmond Suriname heeft 3 voertuigen overhandigd aan het ministerie van Justitie en Politie die bestemd zijn voor het Korps Politie Suriname. Het ministerie is al een hele poos bezig invulling te geven aan de Memorandum of Understanding die zij 11 december 2020 heeft getekend met Nieuwmond Suriname. Minister Kenneth Amoksi zegt dat er niet alleen gesproken wordt over veiligheid, maar ook over welzijn en welvaart binnen het Paramakaans gebied. Korpschef Roberto Prade is blij met deze geste en zegt dat de voertuigen gebruikt zullen worden voor het helpen garanderen van de politiezorg. En we hebben gemeend om in de samenwerking met Nieuwmond die condities te scheppen voor de mensen dat ze veel beter daar kunnen wonen en werken. Dat voor de ondernemers die willing zijn om daar te gaan investeren, maar ook voor het bedrijf. Dat ze in een rustige omgeving hun bedrijfsactiviteiten kunnen ontplooien. Hebben we dus al geruime tijd in onderhandeling, zijn we geruime tijd in onderhandeling geweest met Nieuwmond. En we hebben overeenstemming bereikt dat Nieuwmond zal ondersteunen in de bouw van een politiebureau, annex, een gezondheidscentrum. Heb ik het goed, mevrouw Sauma? Dus in dat verband gaan we dus een commissie samenstellen, bestaande uit mijn ministerie, het ministerie van R.O. Ross, ook vertegenwoordiger van Volksgezondheid, Nieuwmond zelf en het Koninklijk Suriname en uiteraard ook vertegenwoordiger van mijn ministerie. En dat wij in de toekomst kunnen kijken naar een ja, ik wil niet zeggen wat Nieuwmond meer zal doen. Nieuwmond doet al genoeg. Maar dat wij van de politie, als er wat is, dat u die schroom dat kenbaar te maken, zodat wij dan ook van onze zijde kunnen tonen dat we ook een goede partner zijn. Maar laten we rekenen, gaat er allemaal win-win. U verdient en wij kunnen ook een graadje meebinden. Shirley Sauma-Sumter, Director External Relations Nieuwmond Suriname, zegt dat Nieuwmond er altijd naar streeft een goede samenwerking te hebben met de belanghebbenden en de gemeenschap waarin zij opereren. We hebben in dat kader een hele goede samenwerking met de overheid, met het Korps Politie Suriname, met de lokale gemeenschappen en de gebieden waar we opereren. En het doet ons een genoegen daarom in het kader van ons beleid om te investeren in de landen en de gemeenschappen waarin we opereren. Om vandaag hier te zijn om de overdracht te doen van de voertuigen die ter beschikking zullen worden gesteld aan de politie. We kijken uit naar verdere verdieping van de samenwerking. Shirley Sauma-Sumter, Director External Relations Nieuwmond Suriname. De overdracht van de 3 voertuigen vond plaats op het kabinet van de vicepresident Ronnie Brunswijk.